Hallo dames en heren van het Roblox Game kanaal. Ik ben Jorgo, een keer Roblox Gamer. Ik ben met mijn tante. Hallo. Ja, dat kunt u ook doen. Als je stoot, pas op zo. Echt al? Als je stoot, dat kan dat kunt doen. Ja, vos. Mijn tante, ikzelf. Hallo. En we zijn dus nu bij de Zeiger. Holy shit. Mijn tante is de enige die op YouTube wil. Ik had eigenlijk een andere video gemaakt waarin ik uitlegde dat ik naar de Zeiger ging. En die video is niet helemaal gelukt, want ja, dat. En nu heb ik wel een andere video gemaakt en ik ben bij de Zeiger. Met mijn hond en met mijn tante. Ik weet niet of jullie het nog konden herinneren. De Zeiger, de oude vertrouwde Zeiger. Waar ik fucking veel dingen met mijn vrienden heb gedaan. Holy shit. Dat zijn echt oude tijden. Ik zet het in echt op. Dat is een popje om het dag. En ik ben hier dus bij de Zeiger. Holy shit, dit geeft me oude goede herinneringen. Dus jullie, ik ga even naar beneden hier. Ik ga hier even naar beneden. Ja, dat is niet wat ik doe. Ik ga dus even naar beneden. En dan moet ik hier. Ja, zoals jullie kunnen zien. Hey. Hi. Ik ga nu even naar beneden. Ella, rustig. Shit. Hier ben ik dan. Jullie kunnen me niet zo goed zien, I know. Ik ben nu helemaal beneden bij de staker. Kijk even, joh. Dat viel me. Holy shit, wat geeft dit oude vertrouwde tijden, jongens. Dat waren echt leuke tijden nu. En nu zit ik hier gewoon met mijn tante. Mijn tante was wel heel erg bang. Van alles. Ze durfde niet. En nu zitten we hier. Ik heb haar overgehaald. Ik haal bijna iedereen over om hier naartoe te komen. Dus best wel lekker. Zeg mooi. Ga even naar boven klimmen hoor. Ik moet namelijk naar boven klimmen. Ik weet precies nog hoe, jongens. Holy shit, wat geeft het oude vertrouwde tijden. We gaan nu weg. Waar is dit na? Oké. We gaan nu weg. Oké, Sinakwalis, Dinakje Hotelori. Ja, mijn tante gaat even zijn mond dragen. Ze is echt best wel bang. Holy shit, ik heb hier backflips gedaan, jongen. Hè? Ja, Aitjesu Blameni. Kopijna Seragossi. Dit gaat gewoon niet, Gina. Nee, laat dit gewoon niet. We gaan nu van de Zeiger af, jongens. Jullie zien me bijna niet, I know. Maar dat boeit even niet. Die is hier echt best wel mooi. Mijn tante vindt dat het best wel koud is, maar nee. Ik vind van niet. Oude vertrouwde tijden bij de Zeigers. Holy shit. Ja, er zijn nu wel eigenlijk boten. Kijk, jullie zien me nu wat beter. Er zijn nu wel boten, maar ja, een beetje boeien. Een paar maanden geleden waren hier ook boten, maar toen konden we prima nog backflips doen. En nu zit ik hier. Nou, nog steeds is het best wel koud. En ik denk dat als je van de Zeiger afspringt, dat het ook best wel koud is. Dus ik wacht wel nog even. Ik ga wachten totdat het wat warmer is. Dan ga ik lekker weer in de Zeiger springen. Want ik heb het namelijk jullie eens een keertje beloofd. Bij de 50 abonnees ga ik van de Zeiger afspringen. Maar dat hadden jullie beloofd toen het nog winter was. En nu is het geen winter, nu is het lente. En weet je... Het boeit niet. I mean like, lente of zomer of winter blijft altijd gewoon lekker. Ja, moet ik zeggen, koud. Ja, koud eigenlijk. Fucking lekker dit. Holy shit. Ik weet nog, goede tijden. Ha, er komt een hond achter mijn tante aan. Naast. Dina, katakato. Dina. Ja, er is hier een andere hond bij de Zeiger. Ik weet niet hoe goed het gaat komen. Ja, dat is een beetje het ding. Maar goed, er komt lekker boot aan, jongens. Holy shit. Goed, weet je? Skaasje! Ik stop deze video. Het is weer leuk geweest. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond ik jullie een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Nu ook eventjes mijn kanaal. Je beneden zeg tot de volgende keer. Tjallas.